op 23-jarige leeftijd naar Bali verhuizen. Dat is precies wat ik heb gedaan afgelopen maand en waar ik de komende maanden mezelf dus ga bevinden. En ik ga je vandaag precies uitleggen waarom ik voor deze plek heb gekozen nadat ik meer dan 23 landen heb bezocht op 23-jarige leeftijd. En ik zeg dit niet om op te scheppen, ik ga je gewoon proberen mijn verhaal te laten zien en te zeggen van hé, hoe doe ik het en hoe zou jij het eventueel kunnen doen als jij bijvoorbeeld ook naar Bali wil verhuizen of naar Azië of naar een andere plek waar het voor jou beter is als jongeman. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen met een brein hier naartoe zou moeten komen of in ieder geval zijn hometown zou moeten verlaten. Dus of in ieder geval je geboorteplek. En ik ga je precies uitleggen waarom en hoe ik het zelf doe. Oké, gaan we door. Hoe Bali mijn leven heeft veranderd. Nou, ik woon hier nu 3 maanden en vorig jaar ben ik hier ook 2 maanden geweest. En hoe ik het op idee ben gekomen om hier naartoe te gaan, naar deze plek, dit eiland, in de villa waar ik deze video's voor jou nu opneem met de zwembad en de schoonmaakster die net weg is gegaan, die ik net ook wat voor je heb gegeven, is omdat ik dus weg wilde uit Nederland. Dat wilde ik eigenlijk al 4 jaar geleden en dat is de hele reden waarom ik mijn eigen online business ben gestart. Voor die vrijheid en om te reizen. Ik heb heel veel gereisd de afgelopen jaren in Europa, maar ik kreeg nooit echt de feeling van hey, hier wil ik wonen. Nou, vorige week of 2 weken geleden zat ik ook even in Dubai. Maar Bali trok mij gewoon het meest in deze fase van mijn leven. En hoe ik hier eigenlijk beland ben, ik wilde dus weer weg en ik reis dus eigenlijk al jarenlang rond. Nu woon ik hier, maar hiervoor reisde ik heel veel. Een maand daar, et cetera, et cetera. En ja, ik zag eigenlijk op een WhatsApp groep, e-commerce gerelateerd, zag ik een berichtje voorbij komen. Van Gerard, de persoon met wie ik nu samenleef onder andere. Van hey, wie heeft er zin om naar Bali te gaan? En ik was zeker geïnteresseerd. Uiteindelijk hebben we een groep van 5 man gevormd. We hebben elkaar een keer gezien in Amsterdam, in Loetje op de Zuidas, gingen we eten. Kennis gemaakt, allemaal online ondernemers. We hebben villa geboekt. Die stap gemaakt. Hun bleven afhankelijk maar 30 dagen. En ik dacht, fuck it, ik ga gewoon gelijk 60 dagen visen. En ik zie wel hoe ik het uitvogel. Na een maand zijn er 2 andere gasten nog gebleven. En met deze andere 2 gasten woon ik tot op de dag van vandaag nog steeds. En waarom ik hier woon, is voor verschillende redenen. Zon, zee, strand, goede gyms, goede kwaliteit eten, veel ondernemers. En ja, je hebt hier eigenlijk alles. Heel veel mensen komen hier op vakantie. En als jongeman is het gewoon heel erg fijn wonen hier. Plus het tijdverschil, wat voor mij echt een voordeel is. Kan zijn alsof je net een extra dag werkt als je ook een eigen online business hebt. En het hele grote voordeel is dat terwijl ik hier werk, dat ik rijker word dan dat ik in Nederland word. Omdat ik dus nu in een omgeving bevind waarin ik dus geld uitgeef, ongeveer 2000 euro per maand. En dat mij ook weer die extra push geeft om weer harder te vlammen in mijn eigen online business. Om dat geld ook weer terug te verdienen op die manier. Oké, nou waarom je dus hier wel zou willen wonen of waarom ik hier woon. Europa is gevallen. Ik ben zelf in Nederland geboren, 23 jaar geleden, maar ik heb ook een Russische afkomst, dus ik ben 50-50 split. Rusland is sowieso al helemaal niet veilig en Nederland wordt ook steeds moeilijker. Dat zagen we al tijdens COVID, dat er veel gezeik kwam. Er zijn te veel regels tegenwoordig in Nederland. 100 kilometer op de snelweg rijden, dat soort bullshit. Weet je wel, te hoge belastingen, te slecht weer, het regent iedere dag. Er zijn heel veel chagrijnig mensen en Bali is supervrij. Je kan zeggen dat het corrupt is, maar ik leef liever in een corrupte samenleving op deze manier dan een corrupte samenleving in Nederland. En hier heb je een stuk meer vrijheid, veel minder negativiteit, veel meer positiviteit, veel meer online ondernemers. Alles wat je wilt is hier. En daarom komen hier ook zoveel mensen naartoe. Waarom Bali het paradijs is voor mij? Een stukje surfen, wat ik nog wel moet leren eerlijk gezegd. Je hebt super prachtige stranden zoals je op deze foto. Die heb ik met een fotoshoot gemaakt met een Nederlandse chick voor mijn personal brand. Kickboksen, wat ik ook ga oppakken weer. Het eten van kokosnoten. Ik woon in Canggu momenteel, net als eigenlijk iedere Europees. Wel een beetje stereotype, maar ja, hier heb je gewoon goede gyms, goed eten. Dus ja, plekken waar ik aanraad en waar ik gewoond heb zijn Canggu en Semiak. Dat zijn eigenlijk de 2 plekken waar ik me voornamelijk bevind. Enge avonturen, zoals bijvoorbeeld de waterval en tempel. Je kan gewoon echt uit het normale matrix leven stappen. Zelfs al heb je een eigen online business, kan je nog steeds in die matrix komen omdat je alleen maar aan het werk bent. En hier kan je er gewoon even lekker uitstappen of met een chick iets gaan doen of met online ondernemers of gewoon solo ergens heen gaan. Je hebt super goede gyms, veel beter dan de Basic Fit. Daar raak ik niet geïnspireerd van in mijn omgeving. Maar je hebt gewoon ijsbad, sauna. Tuurlijk is die gym iets meer qua kapitaal, maar andere mensen betalen ook iets meer en zo kom je ook in contact met die mensen, zeg maar. Je kan super makkelijk gezond eten, daar is het hier echt op ingesteld. Wifi is super goed. En nu waar ik deze video opneem voor je is in mijn slaapkamer. En dat is in een villa met zwembad. Met 2 andere online ondernemers wonen we hier.
voor de komende 3 maanden. Nou oké, hoe ben ik uiteindelijk naar Bali vertrokken onlangs? Dat is dus met 2 andere online ondernemers. Nou, de eerste 2 maanden zat ik dus op Bali met die 5 gasten, waarvan ik met sommigen nog wel in contact ben, met eentje iets minder. De eerste maand was echt vakantie toen ik hier kwam, was echt voor mij een cultuurshock. Ik was nog nooit echt in Azië geweest, op Turkije na, maar dat is niet echt het Azië waar we hier over praten. Tweede maand zijn we echt gaan wonen in Canggu. Hebben we ook gewoon nieuwe huizen gezocht voor deze trip voor 2024. En wat ik persoonlijk doe is een 60 dagen visa on arrival. Dat is wat ik nu gebruik. En over een maand, anderhalve maand ongeveer, is die op, die 60 dagen. En dan ga ik naar Kuala Lumpur. Ga ik daar even ontdekken, kijken wat daar te doen is. Ik wil niet alleen maar constant op dezelfde plek zijn. Ik ontdekte ook dat er nu een mogelijkheid is voor een 6 maanden visum. Dus mocht je niet die visa trips willen doen, ik raad je wel aan. Maar dan kan je dus ook langere tijd in Bali zelf verblijven. Dus een paar plekken waar ik visa trips naar ga doen. Kuala Lumpur, Singapore, Thailand. Die 3 staan eigenlijk voornamelijk op mijn lijstje. Misschien ook wel Tokio. En ja, het is gewoon superleuk om ook even uit te stappen. Andere omgeving. En waar ik ga wonen, of waar ik woon, is in Seminyak en Canggu. Dat zijn eigenlijk de 2 plekken die ik echt aanraak. Seminyak is wel meer party. En Canggu is echt meer, is ook wel party, maar ook meer Nederlanders, Europese mensen. Nou, als jij dus met mij wil praten over dit soort dingen, hoe wij dit leven echt leven, ten opzichte van fake gurus die je niet vertellen hoe ze dit doen, dan kan je onderaan hier een gratis call inplannen met mij of iemand van mijn team. Je kan hieronder ook mijn socials checken en kijken of je in aanmerking komt voor de 10K Elite Accelerator. Dat is mijn main offer waar ik mensen help met Shopify dropshipping en verkopen op Bol, zodat ze ook dit leven kunnen gaan leiden. Ik hoop dat je dit een super waardevolle video vindt en ik zie je weer in de volgende. Ciao, ciao.